Hoi, ik ben Bas. Ik ben de omgevingsmanager van het project AWW, aanpassen waterhuishouding Waalwijk. We staan hier bij het figuurlijke middelpunt van het project. Hierachter ligt in het Zuiderkanaal de Gronddam, waar straks het nieuwe gemaal op komt te staan. Gemaal de Slagen gaat het heten, vernoemd naar het slagenlandschap wat zich hierachter in de polder bevindt. We voeren dit project uit om de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk te maken. Daar gaat het waterpeil straks omhoog. En het water vanuit het stedelijk gebied van Waalwijk, vanuit het industrieterrein en vanuit agrarische polders, kan dan niet meer afvoeren via de Westelijke Langstraat naar het gemaal Keizersveer. En nou ja, dat is de reden waarom we hier op deze locatie een nieuw gemaal bouwen. Het mooie is nog wel dat in de Gronddam straks een damwand wordt aangebracht. En die gaat dienst doen als vervangende waterkering. Waardoor we een heel tracé regionale kering, die nu is afgekeurd, niet hoeven te verbeteren. Nou ja, dat bespaart een hoop kosten voor het waterschap natuurlijk. Het gemaal komt hier straks op de dam te staan. Op dat moment hebben we ook de afvoerleidingen door de primaire kering gelegd waar we nu op staan. En aan de andere kant van de kering gaan we een nieuw uitstroomkanaal graven. En daar gaan we nu even kijken in. Kom maar mee. Nou, hier staan we dus bij de plek waar het nieuwe uitstroomkanaal straks gegraven wordt. Als het hele watersysteem in de polder, in de gemeente Waalwijk, in Waspik, Spankapelle, is aangepast en het nieuwe gemaal staat er, dan is dit dus de plek waar we het water afvoeren richting de Bergse Maas daarachter. Het was nog best een uitdaging om de grond in eigendom te krijgen. De grond was van de staat en werd gepacht door een boer. Die had een geschiedenis met het waterschap, lastige onderhandelingen en we wilden dat graag met alle grondeigenaren, ook binnendijks, wilden we daar minderlijk uitkomen. En gelukkig is dat net op tijd gelukt, zodat we meteen na het stormseizoen, het is nu april, dat we 1 april meteen konden beginnen. Wat nog wel leuk is om te vermelden is dat langs de Bergse Maas, ik weet niet of het goed te zien is vanaf hier, maar daar ligt nog een rondwal, een zomerkade, zonder status, maar toch, hij ligt er wel. Hij beschermt deze uiterwaard tegen overstroming vanuit de Bergse Maas, zodat hier nog geboerd kan worden. Nou ja, ook aan weerskanten van ons uitstroomkanaal brengen we die kade terug, zodat het agrarisch gebied even goed beschermd blijft en er nog gewoon geboerd kan worden straks. Op het plaatje zien jullie ook de buitenpolder. Daar gaat de gemeente een groot project uitvoeren. Die gaan een nieuwe insteekhaven realiseren. Uiteraard proberen we beide projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In ieder geval zorgen wij er als waterschap voor dat het watersysteem straks weer klaar is voor de toekomst.